iedereen, welkom bij deze vierde USA Roadtrip vlog. In deze vlog gaan wij van Fort Myers helemaal naar de andere kant van Florida rijden, namelijk naar Fort Lauderdale. En voordat we daar aankomen, maken we eerst nog even een stop in de wereldberoemde Everglades. Goedemorgen, we zitten nu eventjes buiten te ontbijten en we gaan straks van Fort Myers richting Fort Lauderdale. Maar in de tussentijd gaan we stoppen bij de Everglades. Wij gaan zitten bij een tentje genaamd Heavenly Biscuits. Het ziet er echt super schattig uit met roze en blauw en wit. En ze hebben daar blijkbaar Heavenly Biscuits, maar wij zijn voor iets anders gegaan. Wat echt super lekker roken en ook echt mega lekker is. Namelijk een pecan roll, een cinnamon roll en een banana bread. Ze zijn alle drie echt niet normaal. Oh my god. Echt serieus heavenly. Je kan niet kiezen, ze zijn allemaal top. Echt fantastisch. Ja, en misschien moeten we hierna nog maar proberen een biscuit mee te nemen. Of we moeten het laten, want ik denk eigenlijk niet dat we het op kunnen. Maar goed, we gaan straks naar de Everglades en dan gaan we naar alligators kijken. Ik wil ook. Alle drie tegelijk. We zijn aangekomen in de Everglades Safari Park en we gaan hier straks op een bootje met zo'n hele grote ventilator erachter. Gaan we door het water heen. Misschien gaan we wel wat alligators spotten. Ik hoop het, zou echt heel erg cool zijn. En die bootjes zijn ook wel echt heel erg vet. Hij zit daar. Ik vind toch wel een beetje creepy. Hallo! En we hebben net gehoord dat hij Wesley heet. Hi Wesley! We zitten weer in de auto en we gaan nu naar ons volgende hotel rijden in Fort Lauderdale. Dat is ongeveer nog een uurtje rijden. Tara zit nu achter het stuur en ik zit weer lekker achterin. Dus ben heel erg benieuwd. We gaan deze keer als het goed is overdag aankomen bij het hotel. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit ziet. En wat we verder gaan doen, dat weet ik eigenlijk nog niet. Maar dat zien jullie vanzelf wel. Goed verhaal, Liz. Goed verhaal, thanks. En we staan nu heel eventjes te wachten. Ik weet eigenlijk niet waarop we wachten hoor. Maar... Nee. Maar dat komt wel helemaal goed. En Tara lekker achter het stuur. Vroom. We hebben net een stukje gereden, ongeveer een half uurtje of zo. En zijn neergestreken bij Ella's Café. Het is een hotspot gevonden door Serena. Want hier zou je lekkere koffies hebben, lekker eten. Dus we hebben net al wat gegeten. We waren een beetje laat met vloggen, dus alles is al praktisch weg. Het is in ieder geval echt onwijs lekker. En het is echt een super mooie tent zoals je kan zien. Heel mooi ingericht. Heel anders dan alle andere dingetjes hier in Amerika. Echt wel hip, leuk. Love it. Love it too. Love it. Het is weer avond en we zijn onderweg naar een eetentje genaamd The East Side Door. One Door East. Oh, One Door East. En ik weet het ook niet. Het schijnt er erg lekker eten te zijn. Het ziet er ook goed uit. Dus ik ben heel erg benieuwd. Jij ook? Ja, het zag er echt super lekker uit op Instagram. Dus Oké. Precies hetzelfde als jij. Jeetje. We
We hebben echt heerlijk gegeten en dan is het nu weer tijd om te slapen. Doei! Larissa, waar zijn we? We zijn in Walmart! What? We zijn hier op de feestafdeling beland. Ze hebben hier echt alles, waardoor je gewoon spontaan zin hebt om een feestje te vieren. Ze hebben kant-en-klare piñatas en mijn lievelingsemoji, kleine zeemermin onesie, eindelijk. Voor de party. Ik vind hem heel leuk. Ja, dan moet je zo dansen. Oké. Ja, we hebben het nodig, hè. Het is niet ook om de vrije tijd erin gelopen. Nee, echt niet. Super bedankt voor het kijken naar deze vierde USA Roadtrip vlog. En vond je deze nou leuk? Vergeet dan vooral niet om een duimpje omhoog te doen. En check ook zeker onze vorige vlogs die we online hebben staan. De linkjes staan in de beschrijving. En je kan zeker ook nog andere USA Roadtrip vlogs gaan verwachten. Want we zijn nog lang niet klaar. Nou, vergeet je ook niet te abonneren op ons kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En dan zien we jullie heel snel weer in de volgende video. Doei!